Oké, we gaan het beleven. Dames en heren, Catch! Ines Puls, jij bent wel van de Villa Bedrijvigheid. Jij hebt ook het een en ander met daklozen meegemaakt in het verleden. Kun je het kort even uitleggen, wat is nu de Villa Bedrijvigheid?
en de stichting? Villa Bedrijvigheid is een opgesloten in de naam. Bedrijvigheid, als mensen niks te doen hebben, gaan ze hangen. En zijn bezig met dat wat ze meenemen uit hun verleden. Verdriet, slechte jeugd, slechte opvoeding. En gaan zakken in een verslaving of andere dingen. Ik zeg het even heel kort in de bocht. Ja. En ik heb geleerd dat als je dingen aan kunt bieden en kunt gaan zitten op wat je wel kunt, dan zie je een ander stuk van diezelfde mens. En ik word daar blij van en blijkbaar degene die bedrijvig is ook. Nu is de SP een partij die opkomst voor de zwakkeren in de samenleving. Toch hebben jullie besloten om te zeggen van wij gaan niets meedoen met de goedkeuring, voor zover we daar nog invloed op hebben, aan deze domusvoorziening. Ja, de SP is bij uitstek de partij die opkomt voor zwakkeren in de samenleving. Je moet wegen van ja, de voor- en de tegens. En natuurlijk zijn we voor opvang. En natuurlijk moet deze. Op een gegeven moment is die discussie afgelopen. Ja. Dat hebben we gehad. Nu begin je met een nieuw punt, zeg maar. Hoe gaan we daar nou mee om? Hoe gaan we daar nou mee om? Ja. Hoe gaan we nu verder? Hoe gaan we nu verder? Ja, ja. De communicatie bedoel je, dat hebben we gehad. We hebben nou, wat er al misgegaan is, dat weten we nu. Maar ja, maar goed, daar kun je niet helemaal los van zien, hè. Kijk, dan zijn mensen natuurlijk ook al. Is er een bepaald wantrouwen natuurlijk geschapen. Dat is logisch, hè. Als je ook benaderd wordt, dus men is op zijn hoede. En de gemoederen zijn verhit. Maar goed, ja, er zal toch een oplossing voor gevonden moeten worden. En kijk, waar mevrouw het net over heeft, ik heb dat indrukwekkende artikel gelezen in de krant. Dat vond ik geweldig initiatief, en daar had ik ook zelf bij gezegd, geweldig initiatief ook. En, maar dat is natuurlijk een hele andere doelgroep, hè. En dat heb ik nu over mij. Ja, dat was nu mevrouw. Ine dan. Ja, oké. Oké, wat Ine zegt. Ja. We hebben Ine met name ook uitgenodigd, omdat zij heel veel ervaring heeft met de doelgroep. Die ook daar komt. Ja, maar kijk, dit is het leger der zelfs. Dit is een domushuis. Hè? Dat is natuurlijk een hele andere insteek als waar Ine mee bezig heeft, is bedrijvigheid. Dat was gewoon indrukwekkend, dat was geweldig. En de dagbesteding, hè, dat is bij jullie een heel belangrijk item. En dat is bij een domushuis natuurlijk heel anders. Hè? Want we hebben ons genoeg voor laten lichten als raad. En door mensen van het leger der zelfs. En ik zie een mooi gebouw. Twee mooie gebouwen. En dan vind ik ben tekenleraar geweest, ik zie het esthetisch, dat is natuurlijk wel een heel smal puntje, wat je wil bijdragen, dat is moeders mooiste cadeau, wat ze misschien van de overgrootvader gekregen heeft. En nu zeg ik, nee, in die mooie kast met mooie glazen daarin, daar gaan wij nu een aantal prulletjes rommel zetten. Dan is net het mooiste je afgepakt. En dat raakt mij wel erg emotioneel. Ik weet wel, deel is geen Roodburg aan Tauber. Zo is het nou ook niet. Maar aan de andere kant, het staat ook nog op de monumentenlijst. Daar worden we helemaal aan voorbij gegaan. Dan zeg ik een beetje meer eerbied, ontzag en respect. Dat zou mijn hart goed doen als men dat eens deed. En dan komt de gemeente met genomen besluiten. Dat ligt allemaal vast. Daar valt niks meer aan te frikkelen en te vregen. Dat zal zo blijven. Ik geloof dat dat laatste wel meevalt. Misschien had ik een spuls hierop willen reageren. Brulletjes in de kast, zegt u. Harten uitnodigen op onze zelfgezette koffie en zelfgemaakte appeltaart om te kijken wat mensen prullen doen met een, in dit geval een prachtig monument als de villa. U bent van harte uitgenodigd, alle dagen, elk moment van de dag. Discussie op en gaat dan weer even een stukje verder, dat zullen we dan merken. In ieder geval jullie bijna hartelijk dank voor het